nieuwe aflevering van de terugblik hier op Voetbal Rotterdam TV. Waarbij we gaan terugblikken op de eerste klasse, de hoofdklasse en de topklasse van het zaterdag amateurvoetbal. En dat gaan we doen met Edwin Petersen, speler van Heinenoord, en met Michael Blonk. Mannen, welkom. Laten we beginnen in de topklasse, waar een spectaculaire wedstrijd werd gespeeld tussen Kozakken Boys en Spakenburg. En ook nog een doelpuntrijk verloop. Ongelooflijk, 3-3. Ik heb Stanley Hughes even kort gesproken. En ik geloof een fantastische ambiance met 2500 toeschouwers. Nou, ik begreep dat er van alles nog wat aan de hand was. Vanuit Kozakken Boys oogpunt 2 discutabele momenten als gaat om de penalties. Ik begreep zelfs, maar dat weet jij nog beter, dat er een goal is afgekeurd. Zuivere goal. Na 5 minuten wordt volgens mij El Coyote op rechts weggestuurd. Die trekt die bal voor. En Powell zie je achter de bal staan op het moment. Hij heeft hem ook zelf stilgezet. Absoluut. Als een grensrechter op één lijn staat, kan ik niet anders constateren dat het een zuiver doelpunt is. Dan sta je na 5 minuten 1-0 voor. Nee, is niet het geval. Nee, goed. En als je dan de rest van het scoreverloop ziet. Ik begreep van Stanley dat het wel een terechte uitslag was. Uiteindelijk 3-3. Maar als je dan in de 80ste minuut met 3-2 voor staat. Dan denk je nog wel van, nou hè, we staan al bovenaan. We kunnen verder uitlopen. Trekken die wedstrijd over de streep. Maar goed, helaas net niet gelukt. 3-3. En, maar goed, uiteindelijk, ik begreep een terechte uitslag tegen een goede tegenstander. Publiek grote winnaar, kunnen we zeggen. Ja, en die tweede pingel vond ik echt heel discutabel. De eerste was een zuivere. Husse houdt de man achter zich en die wordt geholpen door een medespeler. Maar ja, die maakt een overtreding, dus dat kan je niet anders. Gele kaart. Maar die tweede was geen pingel in mijn ogen. Maar goed, dat op zich een mooie wedstrijd. En ik vond wel dat je nu, je hebt Kees Tol aan de ene kant en Barry Powell aan de andere kant. Dat ging wel de spitsen van de topklasse. En dan zie je ook wel, dat zijn van die vernuftige spitsen waar menige elftal jaloers op is. Die staan er op het juiste moment, zijn aanspeelbaar. Die dragen een team en leuk. Ja, kunnen goed vooruit kijken. Ja. Als we dan kijken naar Capelle, nou kan het wel zijn dat een 0-0 gelijkspel hele leuke wedstrijden op kunnen leveren. Maar Capelle Ajax 0-0? Ja, ik begreep van Marvin Strik, die nog geblesseerd vanuit de tribune moest toekijken, dat het toch wel een beetje een saaie wedstrijd was. Nou, Capelle is natuurlijk dat is wel gebleken met 4 tegengoals tot nu toe erg degelijk. Maar vanuit Ajax zeiden ook weinig gebracht. Ik begreep een fantastische omhaal van Jurie Rozen. En dat ook wel een beetje het enige was van Ajax zeiden. En Capelle kleine kansjes, maar ook geen hele grote kansen. En dat 0-0 uiteindelijk ook de terechte uitslag was, begreep ik. Klopt. Als we dan kijken, inderdaad, je geeft het al aan. Ajax of Capelle krijgt er weinig tegen. 4 doelpunten pas tegen. Maar scoren daar ook niet zo heel erg veel. Als we kijken naar de andere concurrenten in de topklasse. We noemden net al 2 topspitsen bij de ene kant. Maar goed, Capelle heeft natuurlijk ook een topspits, Cecilio Lopez. Maar we hebben het er ook al even over gehad. Eigenlijk is het natuurlijk wel zo dat de aanvoer bij Capelle gewoon een stuk minder is. En degelijkheid geeft ook wel met zich mee dat ze natuurlijk weinig mensen voor de bal hebben. En dat de spits gewoon weinig ballen krijgt. En in dit geval geeft dat aan de ene kant heel veel zekerheid dat je maar 4 tegengoals krijgt. Maar dat betekent ook dat je weinig kansen gaat creëren of goals kan maken. Dus dat is wel een beetje te verklaren, denk ik. Voorlopig doen ze dat uitstekend, Capelle. Derde plaats. Ja, ik zou eens kijken. Dus een Jordi Thijssen halen bijvoorbeeld. Dus een doelpunt te maken die nu bij Quick Boys zit vorig jaar te leden. Eens kijken wat die kan brengen. Maar goed, dat vaderlijk advies. Als we dan kijken naar de andere ploeg uit onze regio. Barendrecht winnen zakelijk bij Hoek 2-0. Vorig jaar de onbetwiste kampioen in de hoofdklasse. Maar we hebben het ook zwaar dit seizoen. Ja, ook een knappe overwinning van Barendrecht. Zo zie je toch ook maar weer dat er toch in elke klas alweer het niveauverschil duidelijk is. Als je kijkt naar Hoek, die vorig jaar echt met kop en schouders boven in de hoofdklasse eigenlijk boven iedereen uitstak. Ja, en als je dan ziet, zoals nu ook tegen Barendrecht, wat uiteraard een hele goede ploeg is. Maar ik begreep wel dat het gewoon echt een van de Mahmoud Sommes trouwens en Stolk. Allebei ook gaven hetzelfde wedstrijdbeeld eigenlijk aan van we controleerden bijna de hele wedstrijd. En 2-0 gewoon een zakelijke overwinning. En Hoek had eigenlijk weinig te vertellen. Nou, dat was vorig jaar verre van het geval. Hoek was eigenlijk 90 minuten aan het pressen en had alles onder controle van cornerballen tot aan de verre ingooien. Nou, je ziet nu dat ze het ook wel heel erg moeilijk hebben met ene laatste plaats. Alleen Maassluis doet het wat minder. Dus ik ben benieuwd. Ja, over Maassluis gesproken, Michael, dat is dat is best wel een treurig verhaal hoe dat tot nu toe gaat. Begonnen vorig seizoen erg goed aan de competitie. Ja, verliezen nu van HSC Hardenberg. Ja, maar dat is wel een hele degelijke ploeg hoor. Dat wel. Maar misschien is dat het ook. Ze hebben nu een aantal tegenstanders gehad waar je ook eigenlijk van had moeten winnen. Maar hebben er ook een hoop gehad die. Wij zomaar IJsselmeervogels thuis, dat is even vervelend. HSC Hardenberg. Ja, dat zijn beste, die kan je verliezen. Alleen het nadeel wat er nu bij komt, is dat je ze ook verliest. En vorig jaar won je ze. En nu sta je onderaan. En dan gaan mensen zeggen van joh, dat gaat niet goed daar. En ik denk dat niet zo vaart loopt.
Het is nog niet uitzichtloos. Je staat 4 punten achter op de veilige plek. Er gaat nog wel best wel wat gebeuren. Alleen, ja, je moet een keer punten gaan pakken. En dat is voor de groep ook denk ik wel prettig. Ja, en ik ben benieuwd bij Marseille, hè, wat je toch vaak ziet, ook in het tweede jaar, wij hebben er zelf ook last van gehad. Het eerste jaar zien ze toch altijd een beetje als van, nou ja, promovendus, we gaan wel zien. Misschien sommige ploegen hebben toch wel te maken met onderschatting. Vorig jaar natuurlijk een fantastisch seizoen gedraaid. Ik geloof uiteindelijk 7 punten van de nummer 1, geloof ik, of 5 zelfs. Dus ja, fantastisch seizoen. En dus iedereen gaat ook rekening houden met zo'n ploeg. Dus ja. Je ziet het, hè, ONS Sneek staat er ook bij. Vorig jaar ook toch enigszins verrassend. En de andere twee die er staan, Sparta Nijkerk en Hoek, zijn debutant of debutanten gepromoveerd. Ja. Ja, het zou zomaar kunnen zijn inderdaad. ONS Sneek staat inderdaad dat aan de lage kant. Excelsior Maassluis zou komend weekend misschien goede zaken kunnen doen, want dan spelen ze tegen elkaar. Ja, nou goed, dat moet ook wel een beetje. Hè. En ik begreep ook van Niels Reden dat het gisteren eigenlijk nog niet eens onterecht was. Maar wel dat ze zelf ook gewoon weer kansen krijgen in zo'n potje. En dat zijn dan, ja, dat is dan net dat verschil als het dan wel of niet mee zit. Hun krijgen eigenlijk 3 à 4 best wel grote kansen, maken ze niet. En aan de andere kant 2 onoplettendheden en ja, ze liggen erin. En ja, dan blijf je natuurlijk een beetje in de hoek zitten waar de klappen vallen wat ze dan hebben. Ja, nou, ik noemde het al, dan voor komend weekend de ONS Sneek tegen Excelsior Maassluis. Ook andere leuke wedstrijd komend weekend is natuurlijk ook de wedstrijd van Kozakken Boys die op bezoek gaan bij GVVV. De toppen in deze topklasse. Ja, kan bijna voor een shining worden voor de... Voor de periode, maar dat zijn wel potjes om eruit te kijken. Maar ja, dus bijna elke wedstrijd wel, als je die, hè, zeker een beetje nog even wil kijken, dan heb je bijna elke week wel een mooi pot. Ja, en natuurlijk voor de nummer 3 en 4, voor Scheveningen en Capelle, is het ook wel heel erg leuk om te kijken wat gaan die ploegen doen. En misschien krijgen we een nieuwe koploper, dat zou natuurlijk ook maar zo kunnen. Ja, Capelle gaat op bezoek bij HAC Hardenberg, staan natuurlijk ook vlak bij elkaar in de buurt, schelen maar 2 punten. Ja. Dus kan zomaar dus een potje pot, hoor. Ja, denk ik ook wel. Maar goed, laten ze nou maar eens die nul, die weten ze hoe ze dat moeten doen. Nou, voorin nog scoren, dan komt het best goed daar. Dan gaan wij richting de hoofdklasse, naar de hoofdklasse A. Daar speelde Stedoco gelijk tegen Huizen. En Jodenboy speelde ook gelijk tegen Gillesveen, daar werd het 2-2. Maar wat meer opmerkelijk is in deze competitie is het verhaal Bennekom-Huizen. Ja, die worden allebei vrijgesproken naar aanleiding van een incident wat wel onderzocht is en waar diverse spelers tot 18 maanden hebben gekregen. In totaal volgens mij, op mijn hoofd gezegd, 7. 7, ja. 2 spelers van Bennekom en 5 spelers van Huizen. Ja, dan denk ik van ja, wat is dan het verschil? Waarom worden, dat lijkt me toch redelijk massaal, dat lijkt me niet op één persoon gericht. Wat is er dan anders waardoor zij 18 wedstrijden worden geschorst, maar mag de club wel in de hoofdklasse blijven? Is dat dan omdat ze in de hoofdklasse spelen of als je kijkt bijvoorbeeld hier in de buurt, Zwarte Pijl op zondag, 4e klas hebben we overgezegd. Ja, 4e klas. Daar loopt de derde uit de hand. Staan weliswaar onder toezicht. Ja. Maar moet de hele vereniging wordt stilgelegd. Ja, ik vind dat klassejustitie. Ja, klassejustitie is het goede woord. Ja. In mijn ogen. Maar goed, ik vind dat heel opmerkelijk. Dat vind ik ook niet kunnen. Het heeft natuurlijk voor de KNVB, ja, het is misschien heel gek om te zeggen, maar de KNVB heeft natuurlijk grote gevolgen als je 2 ploegen uit de hoofdklasse gelijk eruit haalt. En ook, Je kan daar geen onderscheid in maken. Nee, absoluut niet. Maar goed, daarom zeg ik, spelen ze daar niet een beetje vals spel als je heel makkelijk zegt bij een ploeg waar een derde elftal waar het niet loopt en het een beetje uit de hand loopt. En we halen de hele club, waar de rest dus niks aan kan doen. Kijk dan even goed naar die zaak. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo, hebben ze gericht kunnen kijken naar de mensen die daar wat fout hebben gedaan tijdens die wedstrijd. Van Bennekom-Huizen, ik weet het niet. Geen idee. Het is in ieder geval een hele rare situatie. Ja, dat is absoluut zo. Zeker weten. En je weet ook niet waar je aan toe bent, hè, met de strafmaten. Ik bedoel, je krijgt om niks, hè. We hebben het er hier eerder over gehad in dit programma, krijgen zomaar 8 wedstrijden, de ander krijgt er 4. Ik zag nu ook weer Essayas, die was in beroep gegaan. In mijn ogen misschien ook wel heel terecht, omdat hij een beweging maakt waar geen intentie bij zit en waar ook geen slaande beweging bij zit, geen elleboogstoot. Hij gaat naar de bal toe, maakt zich breed, doet dit, raakt daarbij Huissen in zijn gezicht. Dat kan, hè? 4 wedstrijden, gaat in beroep 5 wedstrijden. Ja, dan denk ik van, ja, op basis van wat dan? Verklaringen, dat kan. Maar ja. Het is heel moeilijk te peilen waar het heen gaat. En het blijft een moeilijk verhaal. Het blijft een moeilijk verhaal, inderdaad. Ja. Gaan we naar de hoofdklasse B. Wat mij opviel was de knappe overwinning van SH op Noordwijk 2-1. Ja, nou die viel me ook wel op. Ja. Kuiper tegen zijn eigen ploegje, doelman van SAO. Geert Bakker in de basis. Dus ja, dat zal misschien ook wat elan geven. Maar ze hebben gewoon een hele degelijke en goede overwinning behaald. En hebben nu
8 punten en staan keurig in de middenmoot. Ja, en dat vind ik, ja, dat vind ik wel ook inderdaad wel heel erg knap. En Noordwijk valt in mijn ogen daarin wat tegen, maar gelukkig bedoelt het niet onze regio, dus hoef ik daar niet op te hebben. Ja, goed, kijk, en in die competitie, nou, je hebt het nu over SO, nou, ook natuurlijk promovendus, maar het zit allemaal zo dicht bij elkaar. Ik bedoel, het is net gestart, 5 wedstrijden onderweg. Ook daarbij geldt eigenlijk dat ze dan start dadelijk gaan ze ook rekening houden met SO. De laatste week natuurlijk wel wat puntjes gesprokkeld, taaie tegenstander. Er zitten een paar jongens bij natuurlijk die wel wat bagage hebben. Dus, ik vind het gewoon een heel degelijk elftal als je het bekijkt. Van Mollhoek met zijn ervaring. En Roeland die al jaren mee hobbelt op het niveau. Een Joey Klein wat een jongen is die aankomend. Ja. Hè, of ook al een tijdje meeloopt. Ik vind dat zit wel leuk in elkaar daar. En het zit ook in deze hoofdklasse. Jij zei het volgens mij al, dat het inderdaad heel dicht bij elkaar zit. Het verschil tussen de nummer 4 en de nummer 11 is maar 4 puntjes. Ja, en ik vind het op zich ook wel weer knap. Zwaluwe gisteren natuurlijk gewonnen met 1-0 van Terleden, of 2-0 van Terleden, wat onwijs knap is. Je ziet dat de bollenstreekploegen bovenaan staan. Katwijk, Kickboys, Rijnvogels. En dan zit toch Zwaluwe daar weer kort achter. Elke keer de eerste periode doen die gasten het goed. Ik begreep gisteren van Adrie Poldervaart dat ook gewoon een terechte overwinning. Het betere van het spel, ook de meeste kansen. Uiteindelijk gaat Terleden op 1-0 voorsprong van Zwaluwe een beetje pressen. Nou ja, gelukkig doelman Sanders die pakt een fantastische bal. En ik begreep van Robin Verhorst dat hij zelf ook nog 2 kansen had aan de andere kant om ze te maken. En uiteindelijk schiet Delano van Coen de 2-0 binnen. Maar ik vind het toch alweer knap hoe Zwaluwe dat doet. Ik bedoel, nu 4e plek, 9 punten. Kort achter Quickboys Rijnvogels. Ja goed, en Katwijk is denk ik eenzame hoogte, nu 15 punten. Heel hard weer terug. Die gaan denk ik inderdaad heel snel weer terug. Kijk, gisteren 2-0 Schravenzanden, wat de minste is denk ik in de competitie. En Rijnvogels, Quickboys, dat 2 gewoon degelijke ploegen zijn. Die gaat eindvechten denk ik daarachter. Bentham kort gesproken, fantastische ambiance natuurlijk ook daar. Hè. Verschrikkelijk veel mensen daar bij Rijnvogels, Quickboys. Heeft hij naar zijn zin daar? Hij heeft wel naar zijn zin daar, ja zeker. De eerste 2 wedstrijden stond hij rechtsback. Niet zo heel speelt hij centraal achterin. Dus ook wel meer zijn stekkie. Maar wel knap, 2-2 ook. Dus ja, ik ben benieuwd. Dan een andere wedstrijd, de ASWA, Kloetingen. Daar was de ASWA denk ik op het nippertje nog redelijk gelukkig. Ja, een extremis, zoals we dat noemen, Mels van Driel die de 1-1 maakte. Ja, dat is gewoon een zwak resultaat als je het op papier bekijkt. Hè. Ik heb de wedstrijd zelf niet gezien. Maar als je van tevoren zegt van ja, goed tegen Kloetingen, dan moet je eigenlijk gewoon de punten pakken. Dus op basis van het papier dus, zeg je van is niet goed. Ja, en dan sta je al 9 punten achter. Nou, goed. Dat zullen ze misschien al uit hun hoofd hebben gezet, maar je staat ook nog 4 punten achter op de top. Dus er is nog niks verloren, maar ja, dan moet je Kloetingen thuis wel winnen. Dus nu zou je tegen Quickboys en Rijnvogels moeten gaan doen. Ook niet echt de makkelijkste. Nou, ik wou het zeggen, ga er maar aan staan. Aan de andere kant is het wel zo dat ASWA vaak wel laat zien tegen goed voetballende ploegen dat ze zelf ook beter uit de verf komen. Ze hebben natuurlijk genoeg kwaliteit, zeker voorin en op middenveld. En als je dan kijkt, ik heb toevallig Robert Port vanmiddag even gesproken, potje. Ja, hij zit nog op de bank erachter en hij zit zo weg te azen van luister, ga mij eens een speelminuut te geven, want ik ben er wel klaar voor samen met Van Dommelen voorin. Nou, dat gebeurt dan niet, want die vinden veel pinch hitten. Maar ja, als je dit programma ziet van ASWA, aan de ene kant denk je, het wordt wel lastig voor ze, Quickboys aanstaande zaterdag. Aan de andere kant denk ik dat het ze beter ligt, maar zullen we zaterdag zien. Gaan we zaterdag zien inderdaad, wat mij ook opviel. Ik heb zelf de wedstrijd Xerxes tegen RVVA gezien, daar was RVVA oppermachtig. En ja, Xerxes, daar wilde het niet heel erg lukken. Deze wedstrijd. Weet je wat jullie daarvan, of je daar iets van weet? Ja, goed. Ja, ik heb aan beide kanten, Kevin de Vries, die zei ook gewoon, ja, heel duidelijk, RVA was gewoon de bovenliggende partij. Ik geloof dat ze in de 89e minuut pas de eerste kans kregen, toen het al 2-0 stond. Ja. En ja, als die bal binnenvliegt, hè, dan kan het natuurlijk een hele gekke wedstrijd worden, maar die bal vliegt niet binnen en ja, dan wordt het gewoon een hele eenvoudige overwinning van RVA, die gewoon meer goals moeten maken. En ja, Robert Kooijman zei heel terecht van RVVA, wij waren onwijs blij met deze wedstrijd dat we hem zo makkelijk hebben gewonnen. Of makkelijk, relatief makkelijk. Heel dominant. Ja, maar ze krijgen aanstaand weekend natuurlijk Katwijk. En daar waren ze eigenlijk ook voor een gedeelte al mee bezig. Dus ja, ze willen heel graag. En Katwijk moet, maar hun willen heel graag. Dus het wordt een hele leuke wedstrijd denk ik aanstaand weekend. Ja, voor RVVA inderdaad ook goed vertrouwen. 2e winst op rij nu. En zeker als Katwijk dan op bezoek komt, is dat toch wel fijn. Zeker weten. Ja. Andere wedstrijd nog in deze hoofdklasse B, Mitsouk Spijkenisse. 2-2. Ja, met de rust al. Ja. Dus ja, als je de tweede helft hebt gekeken, dan ben je misschien van de koude kermis uitgekomen. Maar het spektakel zal hem voornamelijk voor rust. Maar ja, weer een gelijk spel. En volgens mij schieten beide daar niet zo heel veel mee op.
En Spijkenisse pakt een punt uit. Nou ja, dat is dan nog wel kan een goed resultaat zijn bij Smitshoek. Maar ja, je blijft toch een beetje onderin hangen. En dan hoeft dat niet schadelijk te zijn. Maar je wil zo'n pot lekker winnen. Zeker Spijkenisse. Ja, het zijn wel twee ploegen met potentie. Hè? En dat zie je nu ook. Maar goed, ik denk dat... ik heb de wedstrijd niet gezien, maar ja... Ja, ik ben benieuwd naar Smitshoek of ze uiteindelijk, zeg maar ook, ik zeg niet in een dal zitten, maar dat ze uiteindelijk inderdaad een keer zo'n lekkere driepunter pakken. Want het is wel, hoofdzaak dat ze dat gaan doen. Ja, dat zal dan aanstaande zaterdag bij Schravenzande de rode lantaarndrager in deze hoofdklasse moeten gaan gebeuren. Om in ieder geval dat gat wat groter te maken. Ja, dat krijg ik nu ook weer. Allemaal heel goed voetbal. Het is allemaal verzorgd. Genoeg spelers natuurlijk met een goede voetbalachtergrond. Het zo, met name heel veel jongens van Barendrecht. John de Ronde zei heel terecht, dominant begonnen en of dominant gespeeld gisteren, eerst 20 minuten wat minder. En hun maken ineens hun maken twee goals en uiteindelijk schieten ze nog bij hun de 2-2 binnen. Ja, als je dat elke keer krijgt, dan wordt het natuurlijk een heel lastig verhaal. Nu speel je tegen Spijkenisse, ook een promovendus. Na aankomend weekend Schravenzande. Als het dan niet gebeurt, dan kunnen ze wel eens in de problemen gaan komen. Dan blijf je continu onderin hangen. Ja. En het is lekker dat hij even een keer een paar plekjes kan stijgen, dat je naar boven kan kijken, dat je onderin weg kan halen. Ja, als je een pak kijkt, dan kan je natuurlijk afhankelijk van andere resultaten, maar je kan gelijk wat klimmen, want het zit zo dicht bij elkaar. Ja. Maar voor de wedstrijd ook Schravenzande heeft nog 0 punten en als Smitshoek zou winnen, dan is het verschil gelijk 8 punten. Ja, ja. Dan heb je ook gelijk een flink gat naar die onderste plek. Ja, goed, en Kloetingen gaat op zoek bij, of die krijgt thuis Rijnvogels. Ervan uitgaande dat het Rijnvogels toch wel gaat winnen daar. Verwacht ik dat Kloetingen en Schravenzande toch wel de twee ploegen zijn die het heel moeilijk gaan krijgen. En Spijkenisse, ja, dat zal lastig worden. Gaan we verder met de eerste klasse B, waar Delta Sport afgelopen weekend een overwinning boekte op een redelijke concurrent op de ranglijst afgaande. En die blijven bovenin gewoon goed meedoen. Ja, de eerste minuut al een pingel tegen. Dat is een lekker begin, zoals we dat zeggen. Maar Warbout van de HWC was lief. Of tenminste, Donuts was scherp. Dat kan ook nog natuurlijk. Want Donuts pakte de pingel en ja, vanuit daaruit kan je dan, het zijn niet na 1 minuut 1-0 achter, dan kan je spel weer gaan spelen en een hele degelijke en goede overwinning. En je ziet het ook, het doelsaldo 11 voor 1 tegen, ja. is gewoon uitstekend en het zit zoals het er nu uitziet goed in elkaar. Ja, en in de competitie denk ik samen met Sportlust gaan die het gewoon uitmaken. We hebben Sportlust gehad in de voorbereiding, goede ploeg, echt een hele goede ploeg. Dus die twee, Delsport twee keer gezien, die twee gaan het gaan uitmaken tot het eind van het jaar denk ik. Gaan wij verder naar de eerste klasse C. Om maar naar jullie wedstrijd toe te gaan. Dat was toch niet helemaal wat jullie ervan hadden verwacht uit bij Brielen? Ja, thuis zelfs. Thuis tegen Brielen, sorry, neem me niet kwalijk. Moet je nagaan. Nee, dat hadden wij ook zeker niet verwacht. Met een toch mooi resultaat. 4 gespeeld, 12. Ik kreeg Brielen op bezoek. Ook al wisten we dat ze twee keer nu achter elkaar hadden gewonnen. En zelf ook op kunstgras spelen. Dus dat was geen voordeel. Met de Frommel goal eigenlijk maakte Andrew van Tichelen de 1-0. En dan denk je nog, ook al begonnen we niet heel sterk, niet heel erg lekker, maar dan denk je van, nou goed, dat pakken we dan toch wel erg mee. Toch wel lekker mee. En Da Vega die schiet eigenlijk vanuit het niks, cornerbal doorgekopt die kopte 1-1 binnen. En net voor rust schiet hij ook nog de 2-1 binnen uit een voorzet. Dus dan ga je toch een beetje vervelend de rust in. Probeer je met wat omzetting in het veld, probeer je nog wat te doen. Maar het zat er gewoon gisteren niet in, van alle kanten. En dat kan wel eens gebeuren. De trainer zei ook aan het eind, jongens, hier moeten we dinsdag even kort over hebben. Maar niet getreurd. 5 gespeeld, 12, nog een mooi resultaat. En dan kunnen we zaterdag de topper tegen Nieuw-Lekkerland gaan spelen. Tegen de oude trainer Hulsebos. Dus dat wordt natuurlijk heel erg leuk. Ja, dat blijft wel een leuk potje te worden, denk ik. Ja, ik had hem net even aan de telefoon uiteraard. Want hij zei al van, joh, je bent wel positief blijven over me. Dus die hebben het weer fantastisch gedaan natuurlijk. Uit tegen een stug ploegje Dinteloord. 1-2 gewonnen, ja. Dus ook wel weer knap. En die jongens zijn er helemaal klaar voor. Het belooft echt een mooie wedstrijd te worden. Ik ben zeer benieuwd. Dan een andere wedstrijd. Ik heb hem niet gezien. Maar ik alleen heb meegekregen dat is zo'n wedstrijd volgens mij waar je als jongetje misschien wel van droomt. Een wedstrijd waar je 3-0 achter staat. Ik heb het over Rijswoord. Thuis tegen Oranje Wit. Je staat 3-0 achter. En uiteindelijk trek je die wedstrijd gewoon even over de streep. En winnen ze hem met 4-3. Na een uur gaan zij gewoon 3-0 achter. En uiteindelijk weer hem dan nog. Michael van Gool 2 keer. En diep in blessuretijd Nilton Ramos, de 4-3. Ja, volgens mij blijf je dan rennen. Als je die hebt gescoord, dan ga je dat veld overheen terug. En volgens mij word je helemaal gek. Zeker als je 3-0 achter hebt gestaan. Ja, en ongelooflijk. Want wij hebben ze allebei gehad. Al, Rijsoord en Oranje-Wit. En thuis Oranje-Wit, ja, wat wij toch altijd wel hoog hebben staan. Zeker de voetbalopvatting. Speelt altijd gewoon netjes en verzorgd.
En Rijsoord heeft heel veel individuele kwaliteit, maar ook als team een stukje minder. En we hadden het lastig tegen Oranje Wit. En uiteindelijk wel een grote uitslag neergezet omdat hun een rode kaart kregen. Maar ik had er meer van verwacht. En als je natuurlijk na een uur 3-0 voor staat, mag je dat ding nooit meer uit handen geven. Nee. Zeg ik met vorige week Heerensdam 5-4. Dat scheelde ook vrij weinig. Maar oké. Okay. Maar goed, deze die gaven we dan niet weg. En deze geven we uiteindelijk wel weg na een uur spelen met 4-3. Ja, frappant. Leuk. Ja, leuk aan de ene kant. Ja, zeker. Tenminste, als je wint. Ja. Een andere wedstrijd, de wedstrijd Alblasserdam tegen Heerensdam. Sleutelduel onderin. Alblasserdam wint hem. Ja, ik vraag me dan altijd af hoe zal Janus zitten te kijken. Maar dat is gewoon dat is niet sarcastisch bedoeld of wat dan ook. Ik ben echt benieuwd hoe die man dat beleeft. Zal die nou denken van, ja, zonde, het is toch een clubje? Of, ja. Want ja, goed gaat het niet. Ik bedoel, 5 gespeeld, 1 gewonnen. En je staat gewoon onderin. En dat was niet de opzet van de plannen van Heerensdam. En dat schoot me zo. Ik werd vanmorgen ook wakker toen had ik dat in ene. Ja, ik ben ook zeer benieuwd daar als het minder blijft gaan. Ik heb niet het gevoel, in ieder geval had ik vorige week ook niet, dat ze heel veel achter de hand hebben. Hè. Dus als er 1-2 blessures aanlopen, dat het ook nog steeds nog minder wordt. Ja goed, en dan ben je nu nagenoeg compleet de afgelopen wedstrijden en je staat op deze plek. Ja, dan wordt het natuurlijk wel best wel lastig, zeg maar. En aankomend weekend wordt het natuurlijk ook alweer een lastig partijtje voor. Dus ik ben zeer benieuwd. Ja, tegen BVGZ inderdaad ook weer een toch wel sleutelwedstrijd. Ja. Alhoewel het verschil ook weer met de middenmoot hier, Bonnes bijvoorbeeld, of Oranje-Wit, op plaats 8, is ook maar weer 3 puntjes. Ja, nou ja, zeker. Het zit allemaal ook hier weer kort bij elkaar. Ik denk van Oranje-Wit dan wel weer naar de top. Is wel 6 punten na 5 wedstrijden, dus dat is wel een gaatje. Maar goed, er zitten nog een paar ploegjes tussen. Je kan zo een paar omhoog gaan. Waar Klunen denk ik echt beduidend de zwakste broeder is in de competitie. En ik denk 4-5 ploegen die heel erg aan elkaar gewaagd zijn. Maar goed, ja, ik verwacht van Oranje-Wit ook meer de komende wedstrijden. Dus het zal wel spannend worden, denk ik. Ja, je zegt het net zelf ook. Zij gaan Heerensdam gaat op bezoek bij VVGZ. Jullie hebben thuis de toppen tegen Nieuw Lekkerland. Maar er staan nog meer leuke wedstrijden hier op het programma. Want Pelikaan bijvoorbeeld tegen Sliedrecht, de nummer 5 tegen de nummer 3. En Brielen tegen Rijsoord, de nummer 6 tegen de nummer 4. Dus het kan wel eens wat gehusteld gaan worden op de ranglijst wat dat betreft. Ja, dat kan wel een beetje gehusteld worden inderdaad. Dus de top 6 speelt tegen elkaar. En dus de sowieso de nummer 1 en 2. En dan zal vanuit Sliedrecht en Rijsoord heel erg leuk naar gekeken worden. Ook in aanloop naar zijn wedstrijd van jongens. Ongeacht wat daar gebeurt, we kunnen misschien wel na vandaag bovenaan staan. Dus dat zal geven ook weer een extra stimulans voor zulke ploegen. Wij spelen tegen onze oude trainer, vorig jaar ook tegen, of 2 jaar geleden tegen Nieuw Lekkerland gespeeld. Ook wel heel erg benieuwd naar wat we van elkaar, kunnen verwachten. Dus ja, dat wordt een leuk voetbalweekend in EC. Missen we dan nog iets in EC? In EC niet. Nee? Nou, nee, volgens mij zoals ze zegt. Ja, dat denk ik ook. Dan was afgelopen week de loting van de VR Cup. Woudenstein? Ja, een geslaagd feestje. Een geslaagd feestje. Jon Brak. Ja. Goed, het is je vergeven. Nee, het was een geweldige avond. Weer uitstekend verzorgd. En door Brasserie Woudenstein, door Brasserie Kevin Kroebrugge. En ruim 100 mensen aanwezig die de loting hebben mogen zien. Er zijn weer hele mooie potten in 2 regio's verdeeld. Die gaan de komende maand gespeeld worden tegen Wiesbaden. Geen idee. Ik zit even te denken of ik het weet, maar ik weet hem ook echt niet. Maar er zijn hele mooie wedstrijden uit naar voren gekomen. En we zijn weer blij dat het is begonnen. En het volgende evenement staat alweer klaar. Hè? Want de VR Trophy in het topsportcentrum in de zaal aan het eind van het jaar. Daar kunnen ploegen zich ook weer voor opgeven. Nou, dus dat hebben gelukkig al een flink aantal gedaan dit weekend. Het worden weer mooie tijden. Kunnen er natuurlijk altijd mensen zich nog voor opgeven, ook voor de VR-trofie. Kijk ervoor uiteraard even op voetbalrotterdam.nl. Je speelt tegen OFB. Kijk. OFB. Oh ja. Oh, die jongens die verloren vorig jaar van Spijkenis. Nou goed. Edwin, bedankt. Ik vond het leuk dat je er was. Ja, goed. Michael ook bedankt. Jullie uiteraard ook bedankt voor het kijken. En hou onze site uiteraard in de gaten voor het allerlaatste nieuws op het gebied van het amateurvoetbal. En voor nu bedankt voor het kijken. Dag.